Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft vanmorgen een Memorandum of Understanding getekend met Urban Brussels uit België. Wilco Finissi, directeur van het directoraat Regionale Ontwikkeling, zegt dat Urban Brussels een werkarm is van het Brusselse hoofdstedelijk gewest van het Koninkrijk België. De directeur geeft verder aan dat Urban Brussels zich specifiek bezighoudt met duurzame stadsontwikkeling. En gelet natuurlijk op het gebouwd erfgoed van Paramaribo, die historische architectuur van Paramaribo, maar ook de mogelijkheden die er zijn, die Paramaribo in feite biedt om inclusieve ontwikkeling, duurzame inclusieve ontwikkeling te bevorderen. Met het oog op toerismeontwikkeling is er interesse getoond, wederzijds vanuit Paramaribo, maar ook vanuit Urban Brussels, om dan verder in depth te gaan en de samenwerking aan te gaan. In dat kader hebben wij ook gemeend als ministerie, als Suriname, maar meer de districtscommissariaten van Paramaribo in de lead, om eigenlijk een interdepartementale aanpak eraan te geven, waarin dus ook de relevante actoren zijdens de overheid, maar ook zijdens de private sector, uitgenodigd zijn om te participeren in deze samenwerking. Volgens de Belgische delegatieleider Christian Lamoline is Paramaribo een bevoorrechte partner en prioriteit geworden voor de internationale politiek van het Brusselse gewest. Lamoline zegt dat de invulling van de samenwerking tijdens deze missie zal worden uitgewerkt. En onderwerpen gaand van duurzame en inclusieve sociale ontwikkeling, empowerment van vrouwen en jongeren, sociale inclusie en meer wordt bekeken en waar nuttig uitgebouwd. Met deze nieuwe Memorandum of Understanding wijden Brussel en Paramaribo zich toe om op lange termijn samen te werken aan uitdagingen rond stedenbouw en erfgoed. Stedenbouw past binnen het kader van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling van steden, een van de punten van ons akkoord. Architecturaal erfgoed speelt een vitale rol in het karakter van een stad en het aantrekkelijk te maken voor bezoekers uit de buitenwereld en zorgt op die manier voor duurzame economische ontwikkeling. Dat was de Brusselse delegatieleider Christian Lamoline. Hij sprak vanmorgen voor de ondertekening van de Memorandum of Understanding met het ministerie van Regionale Ontwikkeling. De ondertekening vond plaats in de vergaderzaal van het ministerie van RO.